Hallo, dit is Jasper voor de firma Van Damme. Ik ga jullie in deze video wat vertellen over onze nieuwe veegmachine, de RCM Atom 3. De Atom 3 heeft een centrale werkbreedte van 76 cm. De totale werkbreedte inclusief zijborstel is 99 cm. De opvangbak is 95 liter en hij heeft een gigantisch filteroppervlakte van 6 vierkante meter. De toestel kun je krijgen in twee varianten. De batterijversie, dat is deze, of een versie op benzine. Hier kun je de batterijen zien, ruime batterijen voor een ruime autonomie en de 6 vierkante meter filteroppervlakte. 6 patronen met elk 1 vierkante meter oppervlakte met een elektronische filterschutter. De machine is ook nog leverbaar in de plaats van een bak die je zelf eraf moet halen met een hydraulisch kipsysteem. Voor de Atom 3 op te laden is het heel makkelijk. Je ontkoppelt de stekker en je steekt deze stekker in de hoogfrequentlader. De lader stopt automatisch als de batterijen volgeladen zijn. De bediening van de Atom 3 is kinderlijk eenvoudig. Door middel van deze hendels doe je de borstels naar beneden. De borstels klik je aan via deze knop. De afzuiging klik je aan via deze knop. En zodra je dan het gaspedaal indrukt, ben je aan het vegen. De Atom 3 heeft drie voetpedalen. Eén pedaal voor het gas, om naar voor of naar achter te gaan. Een rempedaal om te remmen en een pedaal om de flap vooraan de borstel te bedienen. Deze flap doe je omhoog als er een groot stuk vuil ligt. Bijvoorbeeld dat stuk hout. Als de flap omhoog gaat, kan hij dat stuk hout makkelijk opvegen. Met de flap naar beneden doet hij dat niet. Het is sowieso aan te raden als je langere tijd aan het vegen bent om af en toe de knop even in te duwen dat de flap omhoog gaat. Dat al het verzamelde vuil voor die flap meegezogen wordt in de vuilcontainer. In de intro van de video heb ik jullie iets verteld over de filterschudder. Dat is een automatische filterschudder. Die schudt de filters als je klaar bent met vegen. Ik laat even zien hoe dat moet. Je stopt met vegen. De filters schudden. Het vuil komt los van de filters en valt in de opvangbak. Doe dit zeker regelmatig. Als je klaar bent met vegen of de opvangbak is vol, is het belangrijk dat je de filters even schoonmaakt. De filterschudder zorgt ervoor dat de filters geschud worden. Het vuil komt in de opvangbak terecht en dit ga ik nu legen. Ziezo. Ben je helemaal gevallen voor onze Atom 3 veegmachine? Bel ons dan voor een offerte of een demonstratie. Is de machine toch een beetje te klein? Kijk dan zeker eens naar onze R850 veegmachine. Is hij wat te groot, dan hebben we ook nog de slalom in het assortiment. Bedankt voor het kijken.